Want PSV heeft natuurlijk moeten winnen daarbij. Rostov. Dat was Jackie, dat was Jackie. Met z'n avondzwarte haar. Dat was Jackie. Twee keer gewonnen waar je op het hoogte is uitgekomen. Ja, dat is belangrijk. Je hebt 2 keer 3 punten gehaald, zeg maar, in de Euro League. Ja, heb je 2 wedstrijden gewonnen nu, dus dat is goed. En ja, de wedstrijd tegen Utrecht, je weet hoe dat is. Utrecht kent ze tegen Ajax altijd zo opladen dat het een hele lastige ploeg is. En ja, ze hebben natuurlijk ook een paar goede jongens erbij. Dus het werd weer een hele moeilijke wedstrijd. En ja, uiteindelijk win je hem. Beetje gelukkig, maar oké. Okay. Ja, wat vond je van Sivkovic staan? Ja, ik had niet gedacht dat hij hem zou wisselen. Voor Ajax goed. Want het is toch een jongen die op de counter, dat hebben we maar gezien, 2 keer levensgevaarlijk was. Hij heeft ze niet gemaakt, maar maakt hij ze wel, ja, dan ga je gewoon, heb je een nederlaag te pakken. Je mist een enorme kans op 2-0 inderdaad. Ja, die 2-0 had hij moeten. De derde was moeilijk. Maar ik had hem er niet uitgehaald. Tweede helft was Ajax wel stukken beter, vond ik. Maar ja, de laatste bal was dan steeds niet goed. En daar gaat het om in voetbal. En ja, dan sta je 3-1 voor. En dan vind ik toch dat Ajax zich ja, weer achteruit gaat lopen. Nou, als je 3-1 voor staat met 10 minuten te spelen, ja, dan moet het gebeurd zijn, zo'n wedstrijd. Dan krijg je weer zo'n frommelkool tegen. En als het dan tegen zit, dan wordt het zomaar 3-3. Terwijl je zelf die 4-2 moet maken. Traoré moet die bal absoluut inschieten. Dat was zo'n mooie bal van Ziyech. Ja, die mag je niet missen op zo'n moment. En zeker niet op dat niveau. Terwijl ik het een hele goede speler vind. Want hij laat echt zien bij Ajax dat hij graag wil en hij was gewoon weer een van de beste. Hij gaf een paar fantastische ballen mee en Veldman die er te weinig mee deed. Slechte voorzetten vond ik, daar moeten ze echt op trainen. Want als die ballen goed zijn, ja, dan maak je meer goals. En die achterhoede van Utrecht is nou niet echt zo goed dat ik zeg, daar kom je niet doorheen. Nou, tegen Standaard win je ook 1-0, goede eerste helft, maar de tweede helft helemaal nergens meer op. Nee, dat klopt. In de eerste helft moet je 2-3-0 maken. En dat moet gewoon gebeuren. Maar dat zijn ze toch te makkelijk met kansen die niet afgemaakt worden. Dat vind ik ook wel vreemd bij Ajax. Dat ze ontzettend veel doelpunten krijgen tegen uit vrije trappen met kopballen. Koppen moeten weer gaan leren. Echt. Ze moeten echt naar een school waar ze koppen gaan leren. Want dat vind ik nog steeds heel droevig. Het team staat nu een beetje. Schöne is weer terug. Vind je dat een goede zaak? Schöne vind ik een goede speler. Alleen, ja, ik blijf die rol toch in dat middenveld. Ja, er komen vaak te makkelijk spelers doorheen. Die er zo doorheen lopen. De tegenpartij kan ook lekker rustig opbouwen. Nou, dat mag niet. Ik vind dat Ajax nog veel feller op de bal moet zitten. De tweede bal moet veroveren. Dat was gisteren ook. En dan zie je toch dat bepaalde spelers dat nog niet gewend zijn of niet kunnen. Ja, en Bazour en Gudelje, ja, die moeten het nu een beetje doen met invalbeurtjes en zo. Ben je niet bang dat die in de winterstop zeggen van nou, ik speel te weinig, ik ga ergens anders heen? Ja, spelers zijn tegenwoordig natuurlijk wel, als ze niet spelen zijn ze beledigd, dat begrijp ik. Ik zou misschien ook een beetje beledigd zijn. Maar ja, je moet je terugknokken, je moet je plaats herwinnen. En dat moet mogelijk zijn, want er zijn bepaalde plekken in het Ajax elftal wat voor verbetering vatbaar is. En dat moet echt gebeuren, wil je meedoen aan de top. En Sinkgraaf is nu weg. Vind je dat een goede keus? Ja, kijk, die jongen is een goede voetballer. En ik denk dat bij hem ook nog een hoop nervositeit is. Maar ik vind linksback niet, nee, niet geschikt voor hem. Hij is een 10 of een linker middenvelder. En daar moet hij naartoe spelen. Dan liever Dijks of desnoods Viergever of Teter. Ja, dat is heel moeilijk wie er op het ogenblik is. Dat is ook een bepaalde keuze voor de trainer. Van ja, wie is de beste op dit moment? Ja, en Ziyech, ben je daar al van overtuigd? Ja, Ziyech is een mooie speler. Ik heb het nou weer gezien, die 4e goal die we moesten maken met Traoré. Hij had zo de rust om te blijven kijken. En dat is belangrijk als je in de buitenkant staat om de bal op maat op iemand te geven die helemaal vrij staat. Nou, dat deed hij geweldig. Ja, ben je ook zo gecharmeerd van Dolberg en Sanchez? Ja, Dolberg. Maar ik vond in deze wedstrijd dat hij een beetje de indruk dat hij een beetje stuk zat. Want veel ballen sprongen van hem af. Maar normaal wordt het natuurlijk een goede speler. En Sanchez, ja, die gaat goed. Dat is een monster, is dat hè? Ja, prima. Een beetje type Vasovic, wat wij hadden.
grijp goed in. Alleen de koppen vind ik dat het toch nog beter moet. Dat hij op bepaalde plekken moet hij die man pakken. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. En dan volgende week zijn er dan Interlands. Daarna ADO uit, dat is altijd lastig. Altijd lastig, ADO uit. Dus hetzelfde ongeveer als Utrecht. Ja, die moet je meteen aanpakken en dan win je. Maar meteen aanpakken, niet afwachten. Als je gaat afwachten en je komt meteen achter, dan heb je het moeilijk. En, want die week daarna is het Feyenoord-Ajax. Ja, gaat dat een cruciale wedstrijd worden? Nee, geen cruciale wedstrijd, man. Je bent pas 10 wedstrijden weg dan. Ja, er zijn er nog 24. Nou, dan is het gat wel opeens 28. Ajax heb een keer 12 punten achter gestaan. PSV, toen waren ze ook al kampioen, maar dan werden ze niet. Dus van gisteren, dat Roda, nou ik weet niet wat die aan het doen waren, maar dat had niks met voetbal te maken.